through a storm, hold your head up high, and don't be afraid of the dark, 'cause at the end of the storm, there's a golden sky and a sweet silver song of love. Walk on through the wind, walk on through the rain. Alberti, lieve kijkers, van harte welkom op mijn YouTube kanaal Martino Voetbal. Vandaag een speciale aflevering. Ik ben hier aangekomen bij Feyenoord Stadion in de Kuip in Rotterdam. Een speciale gast. En ik loop nu heel even het Maatgebouw in. En dan doe ik over de aankondiging. Dus blijf kijken. Kom op. Hallo beste lieve kijkers, van harte welkom op mijn YouTube kanaal Martino Voetbal en Entertainment. Vandaag in deze aflevering wil ik de aandacht geven aan een speciale, bijzondere gast. Een groot genoegen, een uit-Feyenoorder, uit-profvoetballer, is tijdens speaker van de Kuip, presentator van Feyenoord TV. Ja, u raadt het al, inderdaad, Peter Houtman. Natuurlijk, Peter Houtman komt binnenkort hier zometeen mij even ophalen. En dan hebben we een leuk interviewtje met deze uit-profvoetballer Peter Houtman. Goed, kijkers, abonnees, blijf kijken en we gaan zo naar binnen. Hoi, kom! De geluid ook weer boven het lampje. Ja! Oh, Peter, mooie vrouw. Kunnen we hier gaan zitten? Hallo, Peter. Goed. Hallo. Ja? Kom maar door. Kom, we gaan naar binnen. Peter Houtman. Kom hier voor Peter Houtman. Mag niet gevonden dit interview. Ja, maar mocht ik binnen niet gevonden worden. Ja, maar vragen. Ja, dat is het best, maar ik zeg dat okay. Ik niet gefilmd mag worden. Dat is goed. Ik wil graag verzoeken om de camera uit te zetten. Zet de camera even uit. Hij komt mij helpen. Nee, die spijker is geweldig, de ramp. Ja. Ben ik maar via de tunnel gegaan en omgereden. Nou ja, nog redelijk hier. Dus, Hallo Peter, hoe maak je het? Ja joh, prima. Normaal kunnen we hier zitten, maar het is nu ook allemaal veranderd. Ja. Kunnen we naar boven zitten zo? Ik zal eens even kijken, niet alleen even hierdoor. Wie heeft de mensen toestemming gegeven? We zijn de portier hier binnen geloofd. Oké. Okay. Ja. Want dan moeten we even ergens gaan zitten waar we gewoon even rustig kunnen. Boven, we gaan het gewoon even proberen. Ja. Moet ik er ook nog op laten zien? Oh. Er zijn wat mensen bij mij die willen. Dat was het voor corona. Hadden we hier gaan zitten. Maar ze willen even zitten als ze me kunnen spreken. Hebben deze mensen dan een accreditatie? Heb je een accreditatie? En wat? Of je erin mag. Ja, natuurlijk mag ik erin. Heb je een accreditatie?
Dat bedoelde ik vorige keer met... Dan dat moet heb je ik toch tevoren... geregeld. Ja, dat heb ik toch gedaan, hè? Maar als je die niet hebt, dan wordt dat moeilijk. Helaas een accreditatiekaart hebben om naar boven te mogen. Dat is wat ik vorige keer al gezegd. En op het moment dat u die niet heeft, mag u helaas niet verleden. Nee. En een accreditatiekaart... Nou, ik heb toen een mailtje gestuurd, daar had nooit op gereageerd. Ja, dat kan. Ja. Dat mag ja. Dan met... Dan heb ik het doorgegeven. Tot daar even kijken. Ja. Maar ik ben bang. Ja, ik heb het al een tijdje geleden al gemeld, een paar keer. Ja. En toen vorige keer me binnen wijst, ben ik wel naar boven gegaan. Dus, oké, nou, dan ja. Zou u met haar moeten overleggen ja. Of u een accreditatiekaart okay. Goed, hallo beste kijkers. Ik ben hier binnen het Maatgebouw bij Feyenoord in Rotterdam. Ja, als u weet, ben ik hier voor een speciale, bijzondere gast. Een uit Feyenoord, de stadion speaker van de Kuip. Presentator Feyenoord Televisie, ja, u raadt het al, Peter Huitman. We lopen naartoe, kom. Hallo Peter. Nou, daar ben je dan toch, hè? Het was een beetje met een hele grote omweg, maar ja. We doen het even improviseren, want het is allemaal druk. Het is voor een wedstrijd en dan zijn ze streng, vooral de UEFA. Dus, maar ga je gang, je kan ja, je... Peter, blij dat ik jou zie. Het heeft even geduurd. Oké, okay, nou je ziet het, ja? het is er toch voor gekomen. Ja, helemaal top. Peter, ik heb een tijdje geleden jouw andere collega Benny Wijnstekers een keertje geïnterviewd. Ja, Benny, ja. Benny, ja, toen kwam Mr. Feyenoord, hè. Mr. Feyenoord onder andere, er zijn er een aantal, maar hij is wel een van de jongens die Feyenoord ja, altijd een goed hart toedraagt. Ja. Ja, precies. Nou, en ik had Benny toen de tijd gevraagd van, joh, Benny, wie zou je nou als gast willen voor Martine voetbal. Ja. En hij zei gelijk in één adem, Peter Huitman. Oh, ja, ik ben al zo lang vanuit de jeugd eigenlijk al. Dus wij zijn samen opgegroeid hier bij Feyenoord. We hebben elkaar niet altijd alle jaren gezien. Want ja, dan was ik weer bij een andere club. Benny is aan het einde van zijn carrière ook nog naar België gegaan. Maar wij zijn elkaar altijd blijven ontmoeten. En meestal rondom Feyenoord. Dus, ja, maar... Je had nogal aardig wat... Je had mooie verhalen te vertellen, dat ben ik niet tegen mij. Oh, dat zal best. Die moet jij... Oh. Ja? Gaan we zo staan. Dan gaan we zo staan. Oh, dan ga ik wel een beetje... Oh ja, je moet de afstand houden, dat is waar ook. Ja. Afstand, ja, anderhalve meter? Ja, anderhalve meter. Dat hebben ze hier ook. Nu nog? Nu ook nog, ja. Peter, ik wil je graag kennis laten maken met mijn YouTube-kanaal Martine Voetbal. Met deze aangenaam. Van harte welkom. Oké, okay, kijk eens aan. Nou, joh. Peter, ik wil ook... graag gebruik maken van de gelegenheid, je bent hier aanwezig, ook om, wij kennen Peter Huitman, Rotterdammers, alle Feyenoorders kennen Peter Huitman heel erg goed. Ja, ik ben een Rotterdamse jongen, ook geboren en getogen, hè? Echt wel. Nou, hoe gaat het nu met je? Ja, redelijk wel, ja, in deze deze rare tijd, hè, vreemde tijd. Iedereen moet zich aanpassen aan alles en nog wat. En dat is op zich niet erg als we er maar met z'n allen uitkomen. En dat is het belangrijkste. Want ja, de wereld is natuurlijk best wel veranderd. Het was natuurlijk een wereldepidemie. En ik ben blij dat het nu wel weer hopelijk op een goede manier wat teruggeschakeld is. En dat we niet te veel van die gevallen krijgen allemaal. Dan zitten we dadelijk weer in die ellende. Er zit niemand op te wachten. Ja, je bent natuurlijk nu... Stadion speaker Feyenoord van de Kuip. Hoe lang ben je nu al stadion speaker, Peter? Seizoen 98-99, dus dat is al 23 jaar. 23 jaar, ja. Gaat ja. Hard, hè? Gaat hard. En wanneer houdt het op? Geen idee, wanneer ze me niet meer willen. Nee, daar ben ik altijd makkelijk geweest, joh. Als het moet van Feyenoord kant komt, dan vind ik het prima. En nou, dat hebben ze destijds naar me gevraagd. En ik zei op dat moment ook... stadionspieken. Je denkt toch niet dat ik als een of ander dorpsgek ga lopen grillen? Nee, dat hoeft ook niet. Doe het op jouw manier. Want die spelers die konden mij natuurlijk allemaal uit mijn spelerstijd. En ja, maakte ik ook nog wel dollerij en sfeer maken natuurlijk. En daarom is Sjaak Troost, die was toen de tijd de man bij Feyenoord die daar mee bezig was. Dus die heeft mij gevraagd om stadionspeaker te worden. Ik zei, nou hoor, ik zeg, ga niet. Nou ja, hij zegt, drink er even over na, hij zegt, en dan kom ik erbij terug. Dus ik denk, ja, waarom eigenlijk niet? Als ik het gewoon op mijn eigen manier kan doen. Gewoon op z'n Rotterdams eigenlijk. Je bent uiteindelijk ook altijd jezelf gebleven daarin. Ja, toen heb ik het aanvaard, het job. Nou ja, we zijn nu 2021. Ik sta er nog.
Heb je nog wel een gedacht van nou, op een gegeven moment, is er een moment dat je natuurlijk met pensioen gaat? Ja, dat zit er ook wel aan te komen. Ik ben nog een jonkie, ik ben pas 64, ik ben nog een snotneusie. Ik las nog een stukje in het AD, nog niet zo lang geleden, dacht vorig jaar. Toen was je net jarig geweest en toen zei je, ik voel me nog een jonge hond. Ja, maar dat komt ook omdat ik gelukkig alles nog kan doen. Een paar jaar geleden even een harttoestand gehad. Maar ik mag inmiddels weer alles doen. Ik kan ook niet stilzitten, joh. Dus ik voetbal weer, ik tennis, dat is ook een grote... Voetballen ook nog? Voetballen. Nog steeds? Walking voetbal? Walking? Nee, geen walking voetbal. Daar heb ik een keer meegedaan op verzoek. Dat was een demonstratiewedstrijd. Maar daar mocht zo weinig in. De bal mocht niet hoger dan dit. Om de zoveel tijd werd er gefloten. Ik denk, dat is niks van mij. En je mocht niet aanzetten, want het is walking voetbal. Ja. Dus nee, ik speel nog gewoon steeds in de competitie. Alles beweegt nog goed natuurlijk, hè? Ja. Hoewel ik nu wel werk, maar alles komt tegelijk soms. Ik had laatst bij tennis, in juni was dat, heb ik mijn schouder verrekt. Maar eigenwijs, ik ben doorgegaan. Maar ja, dan krijg je natuurlijk de revenue. Dan krijg je de pijn van. En dan loop ik nou al 3 maanden mee de top en die pijn gaat me niet weg. Dus met slaap is het last. Elke keer die stekende pijn. Maar ik loop naar het ziekenhuis dat ze dat een beetje kunnen maken. Ik heb ook al een paar jaar een kapotte meniscus. Maar gewoon mee doorgevoetbald. En mijn enkel die liggen al een heel wat jaartjes in puin. Dus eigenlijk moet het allemaal worden nagezien. Maar goed, ja, ik blijf maar doorgaan. Want dat stilzitten is helemaal niks. Ik heb ook nog een... je hebt natuurlijk ook een merkwaardige voetbalcarrière gehad. Ik heb jou redelijk goed gevolgd bij Feyenoord. Bij FC Groningen. En ja, ik weet ook, je bent in de jeugd begonnen als keeper bij Meeuwenplaat. Ja, dat klopt. Ja. Dat is al heel lang geleden. Ja. In Hoogvliet. Ja. En dat lag me ook heel erg goed. Ik vond keeper fantastisch. Ik let nog steeds speciaal op keepers. Maar op een gegeven moment had je wel eens van die wedstrijden, had je zo weinig te doen. En omdat ik ook wel aardig kon voetballen, toen ben ik maar weer gaan voetballen. Ja, sindsdien ben ik er niet meer afgekomen. Nee. Nou, je was natuurlijk al wat me heel erg opviel. Je hebt ongelooflijk veel bizarre doelpunten gemaakt, ook bij FC Groningen. Je hebt natuurlijk ook 7 betaalde voetbalclubs in jouw carrière gehad. Ja. Alle 3 clubs Rotterdam, Excelsior, Sparta en Feyenoord. 4 keer teruggekomen bij Feyenoord. Ja, 2 keer FC Groningen. Ik heb 3 keer FC Groningen gespeeld. Eén keer ben ik uitgeleend door Feyenoord aan Groningen. En daarna ben ik nog 2 keer teruggehaald door FC Groningen. En ik moet zeggen, ik heb daar een hele mooie tijd beleefd. Eerst in de eerste divisie. Het eerste jaar dat ik daar speelde, haalden we net de promotie. Nu kwam maar 1 goaltje tekort in de na-competitie. Maar toen ik er later terugkwam, toen zijn we ineens doorgegaan. En zijn we kampioen geworden van de eerste divisie. En later heb ik zelfs met Groningen ook Europees voetbal gehaald, Europees voetbal gespeeld. En ja, dat waren fantastische tijden. Ook eigenlijk net zoals Feyenoord, een volksclub, weet je wel. Het publiek er vol tegenaan. En een leuke tijd gehad daar, absoluut. Ook, als ik het goed heb je ook toen de tijd met Ronald Koeman gevoetbald. Ron van den Berg ook, geloof ik. Ronnie van den Berg, op een gegeven moment hadden we een soort Rotterdamse enclave, of Westerse enclave. John de Wolf, Ron van den Berg, er waren nog Adrie van Tichelen. Rotterdammers. Ja, we hadden echt een goed team, hoor. Echt, en daar hebben we ook mee Europees voetbal gespeeld. En nogmaals, dat was een team dat wij waren geloof ik 4e geëindigd, dus Europees voetbal gehaald. Wat gewoon lekker meedeed in de bovenste regionen. Ik weet wel dat ik heb in het Oosterpark, ja, dan moet ik nu het oude Oosterparkstadion van FC Groningen, heb ik ook nog nooit verloren van Feyenoord. Want ik moest mijn plicht doen natuurlijk, ja. En, toen heb je helemaal gauw teruggehaald naar Feyenoord. Ja, wat ik wel altijd wel leuk vond, als ik hier kwam, ik speelde dan uit met Groningen, in de Kuip. En ook als de Feyenoord supporters meegingen naar Groningen, ik werd altijd wel heel joviaal onthaald. Dan schreeuwden ze je naam en schreeuwen. Dat is altijd wel leuk, omdat ze toch wisten dat ik een Feyenoorder was. Ja, dat heb ik allemaal gevolgd, Peter. Kijk, Peter, we hebben heel erg opvuur. Je had 90% of 80% van je doelpunten. Waren altijd, ja, je bent volgens mij een kopspecialist. Ja, maar ik denk dat de meeste mensen daar een beetje, vooral omdat je natuurlijk heel veel in kopduels bezig was,
dat mensen dat vooral opviel. Omdat ja, een beetje hoog kwam en soms ook keiharde ballen. Soms alles van die hele gemene lopjes. Net over een keeper heen, want je moet gevoel daarvoor hebben. En toch heb ik ongeveer mijn hele carrière 50-50 gescoord. De helft met mijn voet en de helft met mijn hoofd. Maar natuurlijk, het hoofd was een wapen. Je hebt natuurlijk een mooi doelpunt gemaakt. Voor Groningen en Feyenoord. Maar jouw mooiste doelpunt die je voor Feyenoord ooit gemaakt had. Voor mij zelf, voor Martino voetballer, was het tegen Aakje in de Meer. De harde voor omhaal. Ja, dat dacht ik al. De meeste Feyenoord supporters vinden dat. Omdat je met name natuurlijk tegen de aardsvijand speelt, hè, zo gezegd. En voor de telefoon? Wat zei je? Vond je de telefoon? Nou, een van de mooiste wel. Maar ik heb wel meer van die omhalen gehad. Zelfs in Portugal, waar ik gevoetbald heb. En ik heb ook nog een keer een keiharde omhaal gemaakt. En nog wel eens meer. Maar dit spreekt veel meer aan. Omdat het ja, tijdens de klassieker was. En ik heb het met veel genoegen gedaan, moet ik zeggen. Ja. Maar je hebt natuurlijk meer de klassiekers gespeeld. Ja, ja. En ja, ik kan ook nog aan een goal herinneren in het Olympisch Stadion. Speelden we ook. Toen werd het geloof ik 3-3. En dat was een vrije trap van een meter of 35, 40. Gelijk als een stenen achter Piet Schijvers, geloof ik. Ja, ja, ja. Ga je die bal nog, hoor. Hè? Die bal gewoon helemaal op de achterlijn. Die, ja, heb ik ook. Ja, dat was ook in die wedstrijd. Ja, geloof het ook. Heel goed. Ja, je hebt goed het hoogte, joh. Ja. Maar ja, nogmaals, en vooral tegen Ajax deed ik dat heel graag. Ik heb ze een paar keer flink pijn gedaan, ja. Ik heb nog een... Peter, we gaan het zo over. Ik heb hier een waanzinnige, leuke Feyenoord-shirt. Die heb ik één keer in mijn leven gekocht. Dat was het shirt van de Gouden Gids. Ja, 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 die gele. Nou, was de gele en ook gewoon rood-wit. Maar de Gouden Gids erop. Ja. En ja, die heb ik hier bij me. Dan wil ik je zo meteen vragen om dat ook te ondertekenen. Oké, want ik ben al mijn shirtjes ben ik eigenlijk kwijtgeraakt. Ik heb ze het meest allemaal aan het goede doel gegeven. Want je had laatst ook zo'n programma. Dan werd gevraagd, joh, kun je je shirtjes nog eens naar voren halen in het tv-programma. Maar ik had ze niet meer, want ik heb ze allemaal weggegeven. Ja. En voor het goede doel dan. En niks geen spijt van hoor. Dus ja, ik heb ze nog. Dus ik ga het zo overpakken. Ik heb ook nog een heel speciaal gedicht voor jou. En dat is opgemaakt door een vriend, maar ook een Feyenoorder, een Feyenoord-fan, Robin van der Heuvel. Ik heb een bedrijfsleven. Degene die niet genoemd mag worden, laten we het daar maar op houden. Ja, ja, precies. Robin, ook voor alle Rotterdammers en Feyenoorders, ook het legioen. Jij moet natuurlijk een bekende aanstaande donderdag naar de Kuip. Feyenoord, daar ook Feyenoord-shirtje aan natuurlijk. Ja, ook natuurlijk een Feyenoord-shirtje aan natuurlijk. Ja, ook natuurlijk een eerbetoon aan Peter Houtman. Ja, ja. Ken je Peter Houtman zelf ook persoonlijk? Ja, dat komt goed. Dit is Peter, dit is Robin. Aangenaam. De dichter van Feyenoord, de dichter van Zuid. En dit stukje van ons natuurlijk zeker horen. Dus even mijn vraag aan jou. Kun je misschien even jouw primeur van jouw gedicht even aan voorlezen? Ja, tuurlijk. Lieve Peter. Je bent een man naar mijn hart. Heerlijk jezelf, maar toch speciaal. Je bent een icoon van rood, wit, zwart. Won bij onze club de beker en de schaal. Vier keer droeg je onze kleuren. Met je goal zet je ons vaak in vuur en vlam. Maar ook in Groningen openen ze eervol alle deuren. Plus je speelde voor alle drie clubs in Rotterdam. Je had evenveel clubs als doelpunten voor je land. In een jaar Feyenoord kreeg je zelfs een zilveren schoen. Spits, jeugdtrainer, presentator. Je bent de man van hand in hand. Je bent de stem van ons legioen. Je enthousiasme zweeft als Feyenoord scoort. Je warme persoonlijkheid zet alles in bloei. Peter, blijf nog maar lang verbonden aan Feyenoord. Ook al komt er ooit het onvermijdelijke. Doei, doei. Klap, klap. Doei, doei, zegt hij er ook nog wel. Nou, dat heeft hij keurig verteld, moet ik zeggen. Ja. Nou, het was me genoegen. Ja, ja, dit was de dichter van Zuid, Rummel van Heuvel. Ja. Als eerbetoon aan jou ook, Peter. Ja, leuk joh. Nou, je hebt je best gedaan, hè? Ja, ja, ik heb mijn best gedaan. Ja. Ik heb het meer dan best gedaan. Kijk, Peter, je bent natuurlijk nu stadionspeaker. Wat ga je nu... hoe zie je nu verder jouw leven? Hoe het met Feyenoord verder gaat?
Ja, nou, ik vind wel dit seizoen, we praten over nog een prilseizoen, dat er wel een frisse wind weer is. Met alle respect voor hoe onze vorige trainer het heeft gedaan, Dick Advocaat. Die heeft het ook het uiterste uitgehaald. Maar je ziet nu een soort nieuw elan. Dat gaat niet altijd goed. Dat heb je al gezien bijvoorbeeld tegen Utrecht waar verloren werd. Maar er staat wel een fris team. Het kost wel heel veel kracht. Maar er is in ieder geval weer hoop. En dat zie je ook aan de mensen. Hoe ze zich ook opstellen ten opzichte van de ploeg. Dus ik ben hoopvol. Zoals we elk jaar hoopvol zijn. Wij ook. Kijk Peter, je hebt natuurlijk een heel wat wedstrijden langs de zijlijn gestaan van Feyenoord. Ja. Feyenoord is eindelijk in 2017 eindelijk een kampioen. Ja, dat werd een keer tijd, hè? Ja. Een keer tijd, hè? Ja. Hebben we nu zoiets van, nou, we gaan weer. En ja, ik ben natuurlijk een keertje zat of zo voor in de Kuip staan. Nee, dat eigenlijk helemaal niet. Mijn vraag was ook, sta je dan ook vaak neutraal in zijn wedstrijd? Of ben je echt een Feyenoord supporter als Feyenoord speaker? Eigenlijk beide. Ik ben natuurlijk als Feyenoord, maar ik bekijk het ook als voetballer. Ik zie ook wat er goed en wat er fout gaat. Ja. En daar ben ik ook zelf ten opzichte van Feyenoord ook kritisch in. Ja. Dat probeer ik wel in een opbouwend gesprek bijvoorbeeld met iemand te hebben. Ja. En dan kom je inderdaad tot conclusies soms dat het niet zo best is of dat het juist wel goed is. Ja. Ik ben nu blij met het nieuwe elan wat er is. Ja. Maak je ook, weet je trouwens de opstelling vanavond van trainer Slot van Feyenoord? Of ik dat? De opstelling weet. Ja, maar die kijk ik zo meteen door. Dus ja, die heb ik niet door. Die heb ik nog niet door. Ga meekijken. Nou, je hoort hem vanzelf. Maar heb je ook een beetje invloed op de opstelling? Nee, absoluut niet. Nee, daar zijn de trainers voor. En die trainen heel de week met die jongens. En die weten precies wat ze moeten doen. En ja, en dat is ook bij een wissel. Hè. Dan de ene keer pakt het soms goed uit en soms is het ook weer niks. Maar ja, dat is puur de technische staf die dat regelt. Daar heb ik niks meer mee te maken. Geen invloed op. Nee. Maar jouw meest gedenkwaardige wedstrijd, die eigenlijk, maar laat ik zo twee vragen. Je hebt natuurlijk langs de zijlijn gestaan van Feyenoord, maar de mooiste wedstrijd die ik het nu toe gezien heb in de Kuip. Als tuinspeaker. Ja, dat zijn toch wel de grote wedstrijden. Ik kan me het Europa Cup seizoen nog herinneren. Dat ze de cup wonnen, hè? De UEFA Cup. UEFA Cup zijn toch? Daar waren een paar schitterende wedstrijden en spannende wedstrijden bij. Natuurlijk de klassiekers, maar ook de wedstrijden tegen PSV. En als ik bijvoorbeeld aan de klassieker denk, bijvoorbeeld die 4-1 nog niet zo lang geleden. Dat was ook een geweldige. En zo zijn er nog wel mooie overwinningen geweest op ze. En ik moest toen nog uitkijken op het veld. Toen kreeg ik een klap van mijn kanus van Ron Vlaar. Die was zo enthousiast. Die wou de microfoon. Die gaf ik ook. Yeah, zegt hij. Maar ik denk, laat het maar lekker gaan. Want hij was het publiek aan het bespelen. Dat deed hij goed. Ja. Jouw meest gedenkwaardige wedstrijd. Gaan we even terug. Nou, ik moet je zeggen, dan gaan we heel ver terug. Want... Ja. Ja, ik zeg, er zijn er zoveel geweest, wat ik net al noemde. Maar ook toen ik zelf nog jong was en klein was. Ik kan me fijn het AC Milan nog herinneren voor de Europa Cup 1, nu Champions League. Hier de 2-0. Ik ken zelfs dat plaatje van het commentaar, die ken ik nog uit mijn hoofd. Van Theo Komen onder andere. En Feyenoord won toen met 2-0, terwijl ze daar met 1-0 verloren hadden. Nou, dat was een geweldige sensatie. AC Milan, een van de beste clubs ter wereld, die speelde je gewoon zoek. En nou ja, met het eindresultaat dat Feyenoord de Europa Cup 1 won. Ja. En daar heb ik ook flink in meegeleefd. Ik heb ook nog op de Coolsingel gestaan toen, in 1970. Ja. 70. Mijn vader heeft trouwens ook nog de wedstrijd bijgewoond in Italië. Dus tegen Celtic. Ja. Mijn vader. Jeetje, ja 70. Ja. Ach, ook een racht achter Feyenoord. Ja, 50, 51 jaar geleden alweer. Ja. Gaat hard, ja. Nou. Peter? Even kijken, je hebt natuurlijk ook Nederlands elftal gespeeld, dat was in 1985 geloof ik. Ja. Maar omdat je er nooit bij was geweest in de jaren 1988, dat vond ik vreemd. Nee, dat had te maken met het feit dat, ik werd al wat ouder, want ik kreeg al heel lang te horen van die Feyenoord supporters met name. Ja, god, wat er in Nederland zelf, maar het kwam niet van, het is er ook maar net wie de coach is, maar uiteindelijk werd ik er dan toch bij gehaald. Alleen we hebben toen desnoods een vreselijke pech gehad dat we twee keer een eindtoernooi op doelsaldo hebben verloren.
Dus ik heb me helemaal rot gelopen en alles gegeven en gelukkig ook kunnen scoren. Alleen de pech was aan het einde, en de meeste mensen herinneren zich dan België in de Kuip hier. Die we met weliswaar wonnen met 2-1, maar door het doelsaldo ook weer niet ging. Dat was zo'n en dat was mijn laatste interland, ondanks dat ik ook had gescoord. En daarna kwam de nieuwe generatie, de jongeren. En ja, toen ben ik er niet meer bij gehaald. Omdat ik werd al ouder, dus ja, dat zal ook een... en ik ben blij dat de jongens, want daar heb ik ook weer, omdat ik ze natuurlijk allemaal ken, heb ik ook wel weer zitten supporteren vanuit de bank. Want zo ben ik ook wel. Ik kan daar niet... Tuurlijk, je had het liefst er ook bij geweest. Maar door die vervelende ontwikkeling hebben we 2 keer meegemaakt. EK gemist en een WK gemist. En dat was wel heel erg triest, ja. Dat vonden wij het Feyenoord. Dus Rotterdam is ook erg jammer dat je er niet bij was. Nee. Maar je hoorde er gewoon bij. Nou ja, dat moet de trainers altijd uitmaken. Maar ik ben in ieder geval, ik kan mezelf niet betappen dat ik er niks aan gedaan heb. Want ik heb het maximale eruit gehaald. Ik heb, om precies te zijn, 7 wedstrijden en 20 minuten gespeeld. En 8 goals gemaakt. Nou, dan is een redelijk aantal, hè. Goed gemiddelde. Daarom. Dus, ja. Het was de jaren 80, 85 was toch wel de gouden tijd, hè. Ja. Toen hebben we hier ook de dubbel gehaald. Terwijl mijn telefoon, ja, dat gaat ook altijd door. Hè. Mijn telefoon gaat, ik ben er zo weer. Maar dat zijn mooie tijden geweest. Die de dubbel, beker gewonnen, het landskampioenschap. Geweldig. We zijn natuurlijk landskampioen geworden met Pauwnet in 83-84 seizoen. De KNVB-beker gewonnen. Dat je toch de prijzen die jou het meest liggen. Ja, eigenlijk wel. Ik heb ook wel persoonlijke prijzen gewonnen. Zoals in Parijs mocht ik een keer de zilveren schoen gaan ophalen als topscorer van Nederland. De zilveren schoen gewonnen? Ik ben, maar ook bij andere clubs. Ik ben in Groningen sportman van het jaar geworden. Voetballer van het jaar. Ik heb best wel ook individueel. Maar ja, echte prijzen gaan natuurlijk omdat je met je club wat wint. Ja. En dat is een landskampioenschap, een beker winnen. Dat soort dingen. En proberen ver te komen in de Europa Cup. Dat zijn de mooie dingen. We gaan even de gouden shirt tekenen. Vind je het goed? Is goed, joh. Ja? De gouden shirt en de 2 ballen. Okay. Ook nog. Oké. Hij heeft er niet van een voetbal mee. Voetbal, hè? En dames en heren, u kent hem misschien niet, maar dit is Bas Moret, waar ik vroeger mee bij de voetbalvereniging Meijerblad heb gespeeld. Ja, helemaal goed. Even kijken, Peter, ik wil jou graag vragen om deze bal even te ondertekenen. Ja. Dit is trouwens een handtekening van Benny Wijstekers, Nicky Hofs, Michel van Oosterum. Ja, daar hoort Peter Heijmen natuurlijk ook bij natuurlijk. Hè? Ik zal hem met... Even kijken waar je een leuk plekje, denk ik een mooi plekje, dit. Zo, hier? Ja, hier zo. Naampje eronder? Ja, het is je naam eronder. Nummer 10 toch of niet? Ik had meestal nummer 9. Ik ben niet begonnen bij Feyenoord met nummer 2 als rechtsback. Het rechtsback. Maar je begon nou uit keeper nummer 1 natuurlijk. Meestal nummer 9. Ja, toen had ik nummer 9. Nummer 9. Dus nu, nummer 9 op. Zet ik er 9. Nummer 9, Peter Huidman. Nummer 9. Hij even laten zien, Peter, voor de camera, voor de kijkers, de abonnees. Staat hij erop zo? Ja, staat erop zo. Nog eentje. Precies met de punt. De deze, die ook dan? Deze, ja. Ook een mooi plekje geven. Een mooi plekje op. Hey, kort hem maar even af. Hey, Houtman. En ook maar nummer 9 dan weer, hè. Papa. En dan shirt? Ook helemaal goed. Dan heb ik nog een unieke. Gouden gids. Ah, die zijn zeer gevuld. Gouden gids. Vooral die gids. Dat is ook een gouden jaar, hè? Ja, die hebben ze ook van... ik weet nog niet waar de kampioen is. Die is natuurlijk goud waard natuurlijk nu. De handtekening voor jou. Wij speelden... in ons shirt bij Willem II de kampioenswedstrijd. En toen waren we kampioen geworden. En na duizenden fijne supporters natuurlijk veld op.
En ze konden van mij alles krijgen. Mijn shirt die was al helemaal gescheurd, want die hadden ze al mijn eerdere opkomen op het veld. Nou, die hadden ze op een gegeven moment de kousen, mijn schoenen, alles uitgegeven. Maar er waren er een paar die begonnen aan mijn broekje te trekken. Ik denk, ja, dat staat toch letterlijk een beetje lullig. Dus toen ben ik zo de kleedkamer ingelopen beschaafd binnen te komen. Maar het was een fantastische wedstrijd die we gewonnen. Als die bal op de lijn ging, op de lijn nog een keer wacht een doelschop te geloven. Wat zei je, sorry? Ja. Het is alweer zo lang geleden. Maar ik zal hem erbij zetten. Oh, ik kan hem even strak houden, ja. Zo, dan komt er een mooie haal onder. Hop, punt. Dat moet hij kunnen halen, denk ik. Hij staat er. Hoppa. Voor de camera een beetje laten zien. Oh ja, natuurlijk. Staat hij me nog? Draai de moeder maar. Ja, oké. Doet het goed uit. Houd je handen, alsjeblieft. Zo. Peet, de beste speler met wie je ooit samen hebt gevoetbald? Nou, dat zijn de verschillende geweest. Kijk, iedereen denkt natuurlijk gelijk aan Johan Cruijff. Natuurlijk, fantastische voetballer. Maar ook Wim van Hanegem. Ik heb hier, toen ik als broekie hier kwam, toen kwam ik bij de A-selectie te trainen. En toen, ja, dat was in de tijd dat Dick Snijden en dat soort jongens, Theo de Jong, Harry Vos destijds nog, Jurgen Christensen, dat waren allemaal kanjes van spelers, dat waren goede voetballers. Maar ik heb ook in het buitenland met toppers gespeeld, jongens die international waren, hetzij van België of van Portugal. Ja, ik heb heel veel goede voetballers meegemaakt. Bij Club Brugge? Ja, Club Brugge, ja. Niet zo lang, maar... Wat zei je? Was het een goede tijd? Nou, het was in dusdanig. Ik kwam midden in de winterstop kwam ik daar. En Feyenoord liep het toen heel erg makkelijk gaan. Dat heb ik altijd wel jammer gevonden. Want ik wilde gewoon hier blijven. Maar je werd min of meer... je kwam weg. En ze gaven mij geen blijk van dat ze me graag hadden gehouden. Dat vond ik wel heel teleurstellend. Dus ik ben naar Club Brugge gegaan. En dat ging eigenlijk ook heel goed. Alleen, ik kwam daar terecht. En ik wist totaal niet waar ik aan toe was. Want ik heb daar 3 of 4 verschillende trainers meegemaakt. Die zie je zo. Die zag het zo. Dus op een gegeven moment, ondanks het een mooie grote club is. Heel veel supporters ook altijd. Trouwe supporters. Dat was zo jammer. Maar ja, ik heb ook wel leuke wedstrijden gespeeld daar. Ja. En je hebt ook heel veel trainers meegemaakt. Voor jouw ervaring, de beste coach, de beste trainer. Ik heb wel eens nagerekend. Ik geloof dat ik iets van 35 trainers, inclusief assistenten, die je ook meemaakt. Er zaten een heleboel trainers bij. Ja, echt de een ligt je wat beter als de ander, dat heb je altijd. Maar ik heb bijvoorbeeld, ik zal niet zeggen dat het de allerbeste was, maar die heel goed, waar ik fijn samen heb gewerkt, dat is Hans Kraaij senior. Helaas niet meer onder ons. Maar dat was een hele goede trainer. Maar ik heb ook Theo Verlanger meegemaakt. Ik heb zoveel trainers. Thijs Liebes heb ik meegemaakt. En dat waren natuurlijk Boskov. Ga ze maar even door. Ja. Ja, nee, precies. Jij blijft natuurlijk een hele mooie herinnering, Peter. Ja, Peter, ik heb voor jou nog een aandenking namens Martune Voetbal. Ik vond het jammer dat ik moet afsluiten, maar jij moet natuurlijk zo meteen natuurlijk, de wedstrijd, de optelling noemen. Hoe laat begint de wedstrijd? 7:15? 7:15, dus ik word nu, daarom belden ze ook al, ja. Dus ik moet nou maar weer eens even die kant op. Aandenken. Ja, tuurlijk. Ben je nog een beetje actief, hardlopen, fietsen of zo, Peter? Fietsen doe ik nog fietsen wel eens. Dit is een maatje, dit is een speciaal ontworpen shirt. Van Martine Voetbal. Okay. Dat is een, mag ik hem ook op de motor aan? Dit is een maatje L, dus het kwam natuurlijk veel te groot. Okay. Dus ik dacht, ja, champagne en wijn drink je natuurlijk niet meer natuurlijk. Hè? Of wel? Dus ik dacht van nou, geef hem maar. Nou, geen mogelijkheid. Hij staat erop, Martine. Hij is. Perfect, hè? Goeie reclame of niet voor je? Ja, het aangenaam met het nuttige vereniging bedoel ik. Ja. Beetje PR. Ja, nou dank je. Goed doen of niet? Nee, prima joh. Ja?
Ja, wat dat betreft kan er nog een hele hoop leren voor jou spreken tijd. Nou, dat weet ik niet. Ja, ik weet niet hoe lang je het al doet, joh. Nee, ik ben sinds een half jaar te bezig. Ja, nou ja, je doet ervaring op. Wat? Je bent ervaren mannen, Bas ja, Maret erbij. Bas, mijn grote vriend, die gaat me ook af en toe assisteren als hij een beetje naar zijn zin heeft. Ja, nou toch mooi. Wat vind je er eigenlijk van Martunenvoetbal? Volg je mijn YouTube-kanaal een beetje? Ja, je hebt me ook wat toegestuurd, dus dat heb ik met interesse zitten bekijken. Ja. En ik vond het leuk dat ik Bas hier weer zag, want ja, we hebben Bas samengespeeld in de Meijerplaat. Ja, prachtig. Ja joh, zo zie je maar, het wereldje is soms heel klein. Hè? Heb je nog wat tips voor mij? Als presentator. Omdat ieder moet het zijn eigen manier doen. Ja. Kijk, ik heb ook collega's in het land die gaan schreeuwen. Iedereen moet het op zijn eigen manier doen. Je moet je er goed bij voelen. Twisten zo ga ik er vanuit. Je moet gewoon wel jezelf blijven. Niet gekunsteld gaan lopen doen. Nee. Daar hou ik niet van. Het moet spontaan zijn. En soms moet je ook wel eens vervelende dingen ontroepen. Ja, het hoort bij de job. Ja, nou ja, precies. Maar dat doe je ook met plezier. Ja, sowieso. Want anders had ik er misschien al lang mee gestopt. Dus, maar het zijn de ups en downs natuurlijk die je met name bij Feyenoord meemaakt. Want dat is ook een bekend gezegde bij Feyenoord. Hè? Feyenoord supporter ben je niet voor je lol. Dat is pijn lijden. Maar juist als er wat te vieren valt, dan is er ook geweldig wat te vieren. Ja, ja, heel extreem is dat. Peter, je hebt een ongelofelijke. Je hebt heel veel mensen. Rotterdam en Feyenoord zijn veel mensen die jou een warm hart toedragen. En vandaar dat ze mij gevraagd hebben, persoonlijk, doe Peter alsjeblieft de groeten van mij. Okay. Ik moet je even bij deze de groeten doen van jouw oud-collega Richard Budding. Richard Budding, ja, ook meegemaakt, ja. Hij gaat ongetwijfeld kijken naar deze. Was een talent, een hele talentvolle jongen. Peter Rijkman. Dag Ries, dat ga je goed jongen. Hebben we nog samen in dienst gezeten, ja. Naar de luchtmacht. Okay. Dat weet hij nog wel. Dus binnenkort Rieke Bunning ook mijn programma uitnodigen. Okay. Nou, je hoort het. Je wordt uitgenodigd. Ja. Richard. Heb u nog heb ik nog de groeten van de vrienden van Feyenoord Groep. SFC, FC Feyenoord Vriendengroep. Mario 010. De leden van Veronica Insight. De groeten. De groeten van Hans Doenema. Nog heel veel Feyenoord. Rotterdammers, ook vrienden van mij, die geabonneerd zijn op mijn YouTube-kanaal. Klasse jongens, volhouden en nog meer leden bijkomen. Peter, ik moet je allemaal echt de groeten doen namens hun aan jou. Nou, hun... Met deze mijn groeten terug aan de mannen. Je mag eventjes toespreken als je wil, die jongens. De mijn abonnees, mijn kijkers, heb je misschien nog wat toe te voegen? Je hoort het. Ik kan jullie alleen maar de groeten terug doen. En hij heeft al reclame gemaakt voor zijn bedrijf. Dus dat moet goed komen. Het zou natuurlijk nog mooier zijn als jij een keertje tijdens de wedstrijd, maakt niet uit wanneer, dat jij de speaker pakt en de stadion roept. Jongens, pak nu allemaal je telefoon en de 30.000 man abonneren op mijn YouTube-kanaal. Heb ik een paar abonnees. Je moet eens weten wat voor verzoek ik allemaal binnenkrijg. Ik mag dat ook niet zomaar doen natuurlijk, want dan moet je eerst... Maar ja, je weet het maar nooit. Ik heb het shirtje in ieder geval van je. Peter, nog één vraag. Ja. Heb jij nog een leuke gast? En dan moet je zelf even aanbrengen. Want jij bent natuurlijk de meest sympathieke Feyenoorder Rotterdammer die we kennen. Voor mijn YouTube-kanaal. Oh, dat zijn er zoveel, joh. Dat zijn er... Nou, je noemde net... Ben je op jou uitgenodigd? Oh, kijk eens aan. Ik heb het maar zelf geregeld voor jou, maar... Dat is nog... Ja. Dat zijn zoveel oud-Feyenoorders. En jongens die ook nog niet zo lang geleden zijn gestopt. Bijvoorbeeld Robben van Persie. Maar goed, ik weet niet of dat allemaal mogelijk is. Maar er zijn er zoveel, joh. De tijd met de gouden gids. De gouden gids. Er moet nog een paar handtekeningen bij, Peter. Doe ik ook denk aan Mario Been. Die was toen bijvoorbeeld de eerste die toen we kampioen werden, die als jong ventje bij ons in het team aansloot. Het is maar een voorbeeld, maar zo ken ik hem gigantisch veel op. Ik heb vroeger in de jeugd met Sjaak Troost getraind. Mijn allereerste training bij Feyenoord was met Sjaak Troost. Oké. Hey. Maar heb je daar nog contact mee met Sjaak Troost? Ja. We zien elkaar wat minder, maar hier bij Feyenoord meestal. Ze komen elkaar weer tegen. Dus. Hoe me aanbevolen? Nou, Sjaak Troost. Nou, je hoort het, Sjaak. Ja, gaan we doen. Kijk, okay. Ik denk dat we een beetje alles hebben gehoord, alles gedaan. Ja. Nou, dan ga ik zo naar mijn plaats zien. Kijkers, abonnees, kijkers. Peter, ik wil jou ontzettend bedanken. Graag gedaan.
voor je tijd, voor je inzet, voor de gastvrijheid. Wat gaat Feyenoord vanavond doen? Ja, wat mij betreft lekker winnen. Maar het wordt niet makkelijk. Nummer 5 hè, in de Bundesliga. Ze doen het erg goed hoor, ja. Berlin. Dus ja, het zal wel weer spannend worden. Doen ze gok. Peter Huytman. 2-1 Feyenoord. 2-1 Feyenoord. 2-1? Maar ja, 2-1? 2-1 Feyenoord, ja. Ja, maar toen voelde ik toch eigenlijk ook een challenge. 2-1 Feyenoord, ja. Oké. Okay. Ja? Nou, we winnen. Afkloppen. Goed. Kijk eens. Abonnees. Bedankt voor jullie aandacht. Tot de volgende keer. Dit was Peter Huytman. Maar toen een voetbal en entertainment. Peter, grote klasje, jongen. Okay. En jullie toch kijken. Bedankt. Doei, doei. Ik ga. Bas, we zien elkaar. Peter. Deze mag ik voor jou houden. Die is voor jou. Die is voor jou. Alles is voor mij. Oké. Okay. Ja? Okay. Ga je goed, ik moet nu aan het werk. Ja, je moet doorgaan, hè. Okay. Hou succes, hè. Bas, ik zie je. Hoi. Hoi. Goed, beste kijkers, abonnees. Dit was Peter Huytman. De getuige speaker van Feyenoord. Uit profvoetballen, een fantastische Rotterdammer. De sympathieke Rotterdammer. Een eerbetoon aan Peter Huytman die deze aflevering opgemaakt. Jongens, Rotterdammers, bedankt voor het kijken. En kijken, liken is ook abonneren. Ja, alsjeblieft. Goed, tot de volgende keer. Hoi! We gaan nu, kijkers, we gaan nu de wedstrijd zien. Feyenoord, Union Berlijn. Kom. Het moet eruit. Of doe ik het even uit? Helemaal goed. Heren, bedankt hè. Gelukt allemaal? Ja, tuurlijk. Helemaal toppie. Goed zo, man. Mooi werk.